Nou, goedemorgen mensen. Daar zijn we dan, Premium Motors Apeldoorn. We hebben een Kawasaki GTR 1400 bij ons. Een van de 150 occasions die ze hier altijd op voorraad hebben, waar ik vandaag een stukje op mag gaan proefrijden. Even kijken wat hij doet. Spiegels laag. Grote spiegels laag. Dikke McLaren in mijn spiegel op dit moment. Ook niet verkeerd. Voldoende vermogen in hoor. Even goed stoppen nu. ABS, jazeker. Nou, dit stopt perfect. Helemaal. Helemaal goed. Wat kunnen we zeggen? Kawasaki GTR 1400. Eentje met 40.000 op de klok. Premium Motor Apeldoorn heeft ervoor gezorgd dat ik nieuwe bandjes erop heb liggen. Moet ik natuurlijk eventjes rekening mee houden, maar ze liggen er wel op als u hem koopt. Een zeer complete motor. Duidelijk overzichtelijk klokkenspel. Geen bediening aan het stuur, maar up en down knoppen waarbij je door verschillende modi kan, bandenspanning, accuspanning, buitentemperatuur, verbruikmeters, al dat soort dingen, het zit er allemaal op. Zeggen over de zithouding van de Kawasaki GTR is een zeer comfortabele zithouding. Heerlijk rechtop. Gemaakt om daadwerkelijk vele kilometers mee te toeren. Breed stuur, op een mooie hoogte. Maar er staat niet voor niks GT in een GTR. Dus het is wel degelijk mogelijk om er nog flink sportief mee te sturen. En ondertussen heel veel kilometers te vreten. Deze is voorzien van handvatverwarming met bediening. Traction control, ABS. Nou, laten we het scherm maar eens even omhoog doen. Ja, en dan zit je uit de wind. Versnellingsindicator. En weet u wat het fijn is van Premium Motors? Ze zijn in de zomerperiode elke dag, behalve in het weekend, tot 9 uur 's avonds geopend. Dus ben je in de buurt, kom een bakje koffie doen. Altijd 150 premium occasions op voorraad, waaronder dus deze mooie Kawasaki GTR. Ja, natuurlijk, we hebben koffertjes. Dus we rijden 170 km per uur, ja, dan gaat het achterkantje een klein beetje heen en weer. Maar is dat een probleem? Nee.
zeker niet. Heel stabiel. Sterker nog, ik zal de snelheid ietsje aanpassen. Iets meer naar de wet toe rijden. 120, zesde versnelling. We rijden 3.500 toeren. Ik voel me de koning te rijk. Heerlijk zadel, brede tank, mooi afgewerkte materialen. Deze is voorzien van een 12 volt aansluiting, remmount aansluiting, verlichting links en rechts apart aan te passen. Een hele complete motor ook. En vanaf onder in die toeren pakt hij hem weer heerlijk op. Ik heb wel wat vliegjes op de voorruit gereden. Het spijt me. Ze zitten ook op mijn helm. We gaan hem maar weer eens terugbrengen. Ik weet één ding zeker. Als je op zoek bent naar een mooie tourbuffel, sportieve zit. Het is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Als je op zoek bent naar een mooie tourbuffel, ga eens kijken bij Premium Motors naar deze Kawasaki, want dit is er wel een. Instelbare achterveer. Uiteraard met middenbok, koffersetje met beschermstickers erop. Want zoals je ziet, je zit hier altijd met je voeten op. Het is gewoon een hele mooie Kawasaki GTR.